Yo guys! Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video hier op Decktime. Ik ben Angela, ik ben hier met Marco, en met Corné en Jeffrey staat achter de camera. We zijn vandaag uitgenodigd op de MSI Vendag en dat verdient op zich al 150 blauwe duimpjes omhoog. Er is echt van alles te doen en dat gaan we jullie natuurlijk allemaal laten zien. Dus let's go! Dus ik sta nu momenteel hier bij een gamersroom en weet ik van wat hier allemaal gebeurt. Ik zie hier 1L MSC Hardware staan, dus laat even een paar mensen lastigvallen en vragen naar hun mening. Hoe vind je het hier? Ja, leuk. Heb je een beetje naar je zin hier? Ja, ik heb net een escape room gedaan en we faalden hard. Hij faalde hard? Wat heb je gedaan dan? Nou, de achterzijde. Hé, dat zijn spoilers hè, dat mag je niet zomaar vertellen hier hè. Even niks gezegd. Wat vind jij nou het leukste qua hardware? Ik denk alles hier is beter dan de computer die ik heb. Dus ik mee naar huis kan krijgen. En wat voor PC heb jij thuis dan? Een samengestelde met een AMD A8 5600K. En wat ga je vanmiddag doen? Ik ga nog laser gamen en waarschijnlijk nog een beetje Rocket League spelen. Rocket League? Speel je dat vaak? Best wel. Ben je er pro in? Nee. En dan wordt er nu een foto van ons gemaakt of zo? Jee! Dan gaan we door naar de volgende. Wat hebben we hier? Laten we even die kant op gaan richting het podium. Laten we eens even kijken of er wat staat hier. Hé, hey, mag je wat vragen? Ja, natuurlijk. Jij bent hier als MSI-fan, toch? Ja. Hoe vind jij het hier? Tot nu toe leuk. Net gelezen game. De presentaties zijn goed, dus ik heb daar mijn zin. En wat voor presentatie heb je net gezien? AT Gaming. AT Gaming? Yes. Ben je daar ook een fan van? Of heb je zoiets van, ik ken ze helemaal niet. Ik ken ze helemaal niet? Oké. Okay. Nou. Wel leuk dat ze er in ieder geval zijn, want we kunnen ze hun skills ook even laten zien. Wat vind jij nou de beste hardware die hier staat? Waarmee heb je zoiets van, ik wil dat gewoon thuis hebben, desnoods neem ik hem mee vanaf hier? Dat heb ik al bijna het beste. Het enige wat ik nog wil is een 89 Ti SLI. Dus dat staat er. En daar, ja, dat is het enige wat ik wil, zeg maar. En heb jij zelf ook hardware van MSI? Ja, ik heb een moederbord, een M7, gaming M7, Z170A en een GTX 89 Ti. Doe maar luxe. Precies. Dan gaan we door naar de volgende. Dankjewel voor je tijd en veel plezier. En Alex is tof. Hoi Alex. Ah, tuurlijk ben ik tof. Ik ben sowieso tof. Heb je nou je zin? Zeker weten. Het is gigantisch hier zo. Heel veel PC's, escape rooms, laser game. Ik heb het wel naar mijn zin in ieder geval. Heb jij het ook naar je zin? Ik heb het absoluut naar mijn zin. Weet je het zeker? Ik weet het heel zeker. Maar wat heb je zelf eigenlijk allemaal al gedaan? Ik heb tot zover de escape room gedaan. Met nog 20 seconden over zijn we er echt net uitgekomen. Hierachter hebben we de Toby geprobeerd. We hebben de Vortex even al gedaan. We hebben de modcase van de Salvers mod hebben we gekeken, gebabbeld. En natuurlijk ons filmpje gezien op het hoofdpodium. Dat is altijd hartstikke leuk. Het was wel een heel leuk filmpje. Dankjewel. Het kon van ons uit flink wat beter, maar in ieder geval voor het werk dat we hebben gedaan, valt het nog best mee. Ja, je mag er trots op zijn. Nou, dankjewel voor het interview en veel plezier verder. Helemaal goed, dankjewel. Doei doei. Ik sta hier met Nysera van Twitch. Hi Nysera, hoe gaat het met jou? Goed, ja, heel goed. Heb je het naar je zin gehad hier? Ja, altijd. Ik bedoel, het is super gezellig. Allemaal mensen die allemaal van gamen houden, dus helemaal top. Nou, wat heb je zelf nou gespeeld vandaag? Vooral Heroes of the Storm. Dat is toch wel mijn main spel. Ben je ook echt gewoon live geweest? Ja, ik ben gewoon gaan livestreamen hier.
Voor 5,5 uur, denk ik. 5,5 uur, zonder pauze? Nou, ik liep af en toe gewoon weg. En dan ging iemand anders van mijn vrienden ging even streamen. Ja. Heb je ook meegedaan aan het laser game of de escape room? Alleen het laser game, want dat wilde ik echt heel graag een keer meemaken. En dat was echt heel erg leuk. Dat was echt heel cool. Dus niet de escape room? Nee, daar hou ik niet zo van. Het idee dat ik vast zit ergens, dat word ik niet heel blij van. En hoeveel punten heb je gehaald met laser gamen? Ik was 7e, dus dat vond ik nog redelijk goed voor de eerste keer. Ik was ook 7e! Ja, kijk. Hey. Nou, dankjewel voor het interview. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, ik vond het superleuk. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. Ik vond het superleuk. Oké, top. Doei! Dankjewel. Doei. Tot zover de MSI Vandaag. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Ik weet niet of Aysa naar de zin gehad hebt. Ik heb het absoluut naar mijn zin gehad. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Corné? Het was echt super. Nou, dat zegt eigenlijk al genoeg. Ik heb heel veel personen hier ook gesproken. Die waren ook heel positief. Ja, Armetaal, volgend jaar weer. Ik ben helemaal voor. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Laat een like achter als je dat nog niet gedaan hebt. Klik er op abonneerknop als je dat nog niet gedaan hebt. En deel ons massaal op social media. Zoals ik al eerder had aangekaart, 3000 abonnees. En dan komt er een hele leuke giveaway. 325 updates op GeekTime is daarvoor wel voor nodig, anders gaat het niet door. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. En zoals altijd zeg ik, tot ziens!